Goedemiddag. Nou, ik ben heerlijk uitgerust. Dat is zo fijn, hè? Zaaltje vol met mensen met je ogen dicht doen en niks zeggen. Als iemand iets van levensbelang wil delen. Ga je gang. Ik heb alle antwoorden hier. Ja, ben ik ook een beetje angstig voor het feit dat, ja, stel dat je ontwaakt, dan ben je helemaal onverschillig, want dan doe ik niks meer in je meer. Dat las ik dan toch, hè, zo vannacht, ja, het is zoals het is, dus, maar dan leef je vanuit eenheid, vanuit ons en vanuit de liefde. En dan, is alles vreugdevol, mooi, blij, ja. Alleen, jij bent het wel eens kan jij me zeggen hoe ik dat vertrouwen kan krijgen? Ja. Vertrouwen, daar heb ik al vaker gezegd, daar heb je het over als je bang bent. Dus wat je zou kunnen doen, is angst onderzoeken. En niet van de angst wegbewegen en het proberen in te ruilen voor vertrouwen. Wat gebaseerd is op ontkenning. Deze zaken die gaan over waarheid. Nou, als de waarheid is, ik ben bang, is dat waar ik mee te delen heb. En niet gaan proberen gelukkig of vol vertrouwen of liefde of whatever te worden. Want dat is wat iedereen doet. Van de issue vandaan bewegen naar een betere toekomst of een betere variant van mijzelf. Dat is de illusie. Het wegbewegen van dat wat is. Ontwaken betekent in eerste instantie eigenlijk alleen maar dat er geen weglopen is voor wat er is. Niet dat wat er is altijd feest is. Als je je benen afzagen, wakker of niet, doe het toch zeer. Dus ik heb dat liever niet. Het is soms niet te vermijden. Maar te raar, we hebben rare buren. Maar de actie dan niet leven. Je wilt toch dingen neerzetten. Je bent bezig. Ja? Blijft dat hetzelfde? Nee, natuurlijk niet, want je ziet dat er geen je is die dingen neer wil zetten. Of dat die gedachtegang, ik ben iemand en ik wil iets neerzetten, dat dat een van de verhaaltjes is die voorbij komen. Dingen zetten zich neer, of niet. Okay. Dus in de ene positie, als ik slaapwandel, denk ik dat ik de doener ben die mijn best moet doen om dingen neer te zetten enzovoort. En als je je best maar doet, hè, dat heb je vanaf zo al gehoord, dan lukt het wel. Wat kletskoek is. Nou, dat kan doorzien worden. En dan zie je dat als al aan voorwaarden voldaan worden, dan zet zich iets neer. Als de voorwaarden er niet zijn, dan zet zich iets niet neer. Jan was van plan te gaan filmen, dingen liepen anders, dus hij neemt het geluid alleen op. Maar daarmee vallen de sterren niet uit de hemel. Weet je wel, het is geen ramp of zo. Dingen gaan soms zoals ze gaan, of eigenlijk altijd. Oké, dus wat je zegt is te onder ogen zien van, ja, datgene wat er is. Ja, dat is een goed begin. Want dat wat is reëel. Dat wat ik bedenk, niet. Dus wat je bijna iedereen ziet doen, is van dit is er, of ik ben zo, en ik ben aan het proberen een ander te worden. Dat is een beetje raar. Of ik ga zitten vertrouwen dat het wel goed komt, omdat ik fantaseer dat er reïncarnatie is, of een hiernamaals, of een eeuwig jachtveld, of Walhalla, of Krishna Loka, of all that shit. Het zijn, als ik gewoon simpel kijk, het zijn allemaal verhaaltjes. Ik weet dat niet. Maar daar vertrouw ik dan maar op. Daarmee sus ik mezelf. Daarmee sus ik mezelf in slaap. En daar is een beetje het tegendeel van wakker.
Dus je zou kunnen zeggen, of zo heb ik het wel eens uitgedrukt, van ontwaken maakt dat je uit de droom geholpen wordt. Of dat je van je geloof valt. Wat je geloof ook is. Met name het idee, ik ben een afgezonderd iemand. Mm-hmm. Wat iets anders is dan een gevoel van eenheid. Wat een tijdelijke aandoening is. Dus een gevoel van eenheid is een soort opgeblazen hartgebeuren. Zien dat er geen afgescheidenheid is, is iets heel anders. Daar krijg je niet een van een warm sentimenteel gevoel van. Je ziet de dingen gewoon zoals ze zijn, namelijk er is niets afgescheiden. Waardoor er conflict uit je systeem valt, maar niet per se meteen golven universele liefde door het universum denderen. Want dan zou het gewoon een verhuizen zijn van de ene illusie naar een veel prettiger voelende illusie. I give you that. Maar er zijn ook drugs die dat bewerkstelligen en dat kost minder geld en dat is eenvoudiger. Ze zijn vrij rechtstreeks, ze werken rechtstreeks op je genotcentrum. Daar zijn ze voor. Advaita, doordat we angstig zijn en allerlei dingen overeind willen houden, duurt meestal jaren. Niet dat dat nodig is, maar. Er zijn niet veel mensen die in één keer alles kunnen of willen opgeven. Dus dat doen we meestal een jaar of 20, 30 over. Ja. En dan hebben we nog een paar van die dingen in onze achterzak die we niet kwijt willen. Ja, maar ik wil toch. Dus eigenlijk is het gewoon heel simpel. Van eerst denk je dat je de hoofdrolspeler bent. En als er de eerste verschuiving is, dan is er een soort van achteroverleun naar het hele toneelstuk wat je je leven noemt. En dan zie je ook vrij snel dat die hoofdrolspeler niet per se belangrijker is dan de andere figuranten. Die ook allemaal denken een hoofdrolspeler te zijn. Maar in feite gewoon leven zoals ze moeten leven, zoals ze gebeuren. Afhankelijk van de douche aan ervaringen in hun zogenaamde verleden en de energetische setting eromheen. En hier kunnen wij bijvoorbeeld in alle rust over dit soort dingetjes babbelen. Dat is in Aleppo lastiger. Weet je, dan moet je altijd zo bukken voor die raketten. En dan willen ze je hele tijd slaan of verkrachten of dat soort dingen. Weet je wel. Ja, dat is toch minder relaxed, zeg maar. Dan ben je net even anders dan nu. We een min of meer fatsoenlijk gesprekje voeren in een prettige omgeving met een fantastische gastvrouw. Weet je wel, dus dat hele idee van ik ben een vaststaand ding is een van de basisillusies. Als je boos bent, ben je een ander dan wanneer je verdrietig bent. Of wanneer je ontspannen bent, je verandert gewoon constant. Toch zeggen wij ik, alsof het een of ander solide brok beton is. En dan gaan we ook nog denken, ik ben zus of zo. En zodra we iets doen wat afwijkt, dan hebben we een intern conflict. Want ik ben toch aardig en nou ben ik een bitch. Weet je wel, oh, dat is niet goed, dat moet ik veranderen. Terwijl nergens staat dat bitchiness slecht is. Soms zelfs heel accuraat. Vooral met al die domme kerels die rondlopen. Dat ben ik met je eens. There you go. Nou, hier scoor je mee. Ik sluit gewoon feiten. Maar dat mannen dom zijn wil niet zeggen dat vrouwen. Ze zijn gewoon leuker, maar niet per se slimmer. Ja. Nou, jij wil niet zeggen? Nee, ik heb even tijd nodig om te overdenken. Oh, gaat dat helpen, denk ik? Zo. Ja, dat is het. Het zit allemaal hier. Ja, natuurlijk. En als je dus even oplet, gewoon even kijkt naar wat er nu gebeurt. Wat we denken noemen, is je krijgt wat informatie, die een beetje apart is misschien.
En dan gaat de geest vergelijken hoe dat ingepast kan worden in de reeds bestaande overtuiging. En dat noemen wij dan denk. Het is gewoon vergelijkingsonderzoek. Pas dit, kan ik hier iets mee, weet je wel? Kan ik hier iets mee? Sluit dit aan bij wat ik al vind? Of wijkt dit af van wat ik al vind? En, maar het gaat eigenlijk om eens even te kijken wie of wat is die ik eigenlijk die je denkt te zijn. What the hell is that? En dan kun je niet daar vinden. Als je onderzoekt, dan denk je toch ook na? Dat heeft daar wel iets mee te maken, maar op een perifere manier. Onderzoek is veel meer kijken, luisteren, voelen, aanraken. Het tot je laten komen in plaats van het uit de grijze cellen trekken. Waar alleen het bekende zit. Mm-hmm. Hier zit wat je al denkt te weten. Ja. Maar een nieuw inzicht, dat komt van iets wat niet in mijn hoofd zit. Dus dat veronderstelt een soort interesse en een openheid, zodat het tot me komt. Wat veronderstelt dat er in iemand een authentieke wens is om in te zien. En die wens kan ik niet maken. Die is er of die is er niet. En als een inzicht komt, of als een tekst komt, en die doet iets, dan geeft dat een soort energetische duw. Het gaat er niet over dat ik naga wat dat voor effect op mij zou hebben, maar dat ik het gewoon totaal toelaat. En dan is er de kans dat er iets draait, of verschuift, of wegvalt, of wat zich niet aan mijn controle aanpast. Dus de rare grap met dit hele feestje is eigenlijk dat die ik die denkt aan dit gebeuren te beginnen, als er al iets gebeurt, die valt min of meer uit elkaar, die krijgt niet echt iets. Er vallen dingen weg, weg, weg. Steeds minder dingen waar ik me aan vast hoef te houden, steeds minder dingen waar ik aan hoef te voldoen, of vergelijkingsstof die aan de kant gaat. En dan hou je uiteindelijk over wat er is. En dat is pretty straightforward. Leven vanuit wat is heel eenvoudig. Leven vanuit verwachtingen, projecties, angsten, aannames, conclusies. Dat is heel veel ingewikkeld, want dan moet je allemaal in de gaten houden. Mm-hmm. Wat heb ik tegen die gezegd? Wat vond ik hier ook alweer van? Als je gewoon bent, hoef je niks te vinden. Dit ook, deze kletspraat, die komt er allemaal gewoon vanzelf uit en ik vind daar niet zoveel van. Mm-hmm. Maar af en toe denk ik van, oh.